Koos Rijpma, fysiotherapeut bij SWZ Bozo Sneek. We staan hier vlak voor de allereerste thuiswedstrijd in de topklasse van SWZ Bozo. Wat doe jij precies binnen de club? Ik ben dus sportfysiotherapeut bij Fysioactief. Fysioactief en SWZ Bozo Sneek hebben een samenwerking. Ik ben hier dinsdag en vrijdag voor de jongens. Om te behandelen, om ze in te tapen voor de training. Met blessures komen ze bij me. Dan kunnen we behandelen. Elske hoort ook bij ons. Hè? Die is ook bij ons in dienst. Die is hier woensdagavond voor de jongens, voor de verzorging. En die gaat zondags altijd mee. Want Elske is de verzorgster van het eerste elftal, heb ik begrepen. Dat klopt. Ja. En jij bent de fysiotherapeut van het eerste elftal? Precies. En wij werken samen. En als er wat dingetjes zijn die wat meer aandacht vragen, dan kom ik in beeld. Of verwijs ik door naar een collega, manueel therapeut. Dus in die zin denk ik dat we het goed hebben staan. Vanmiddag de wedstrijd SWZ Bozo tegen de FC Lienden. Is het Klein Duimpje tegen de Reus? Is het de ploeg met het kleinste budget tegen die met het grootste budget? SWZ Bozo doet het zonder ex-betaald voetballers. En FC Lienden heeft er maar liefst 5 in de opstelling staan. Waarvan John van Loenhout en Romano Denemon toch wel de bekendste zijn. De verrassing van vorige week tegen Haaglandia in het achterhoofd, maar ook de bekerwedstrijd tegen Jodan Boys, tot diep in de nacht gewonnen na strafschoppen door SWZ Bozo. Het wordt een hectische middag, we zullen het zien hier op Sportpark de Molenkrieten in Sneek. SWZ Bozo in de volgende opstelling. Kevin van der Meulen in het doel. Achterin Michael Grendel, Daniel Zwart, Marco Ahmed en Kevin Huytema, de jonge aanvoerder. Op het middenveld Daniel Bennink, Kees Maal en Mark Homme van der Veen. En voorin staan Ramon Giro Battaglia, Raducio King en Frederik de Jong. Op papier lijkt het erg aanvallend. We zullen zien of het ook zo aanvallend is. Of dat King als vooruitgeslopen snelle spits blijft spelen. De tegenstander FC Lienden vandaag in een opstelling met maar liefst 5 ex-betaald voetballers erin. De bekendsten nogmaals Romano Denneboom, John van Loenhout, Jurg van Nieuwenhuizen de doelman. Maar ook Jarzino Valentijn, Nick Velbrief en Nick Ripson hebben gespeeld in het betaalde voetbal. Scheidsrechter van vanmiddag is de heer Erwin Blank. Trainer van de gasten uit Lienden, André Paus. In de vorige jaren was het nog wel eens even Hans Kraai. Dat was natuurlijk een prachtige publiekstrekker geweest hier op het sportpark. Maar Kraai komt nog. Volgens mij is die ergens anders trainer in de topklasse. In ieder geval André Paus, ex-betaald voetballer FC Twente. En succesvol trainer in de amateurwereld. Zijn assistent is ook een ex-betaald voetballer, Peter Hofstede. En er is nog een hele grote lijst met overige stafleden. Daar waar SWZ Bozo het met 2 stafleden doet. Daniel Zwart, die zou toch Marco Ahmed moeten zien. Die een beetje links in het centrum speelt. Kevin Huytema. Speelt King aan. King die goed wegdraait en aan de bal doorgeeft op Huytema. En dat was de eerste kans van de wedstrijd na 6 minuten spelen. Frederik de Jong, Kevin Huytema. Frederik de Jong weer. Mooie voorzet. Battaglia, mooi Battaglia. Oh, Ramon Battaglia. Schitterende actie hoe hij die bal met de buitenkant voet klaarlegde en in kon schieten. Kevin Huytema. Kan Linden overnemen. Maar SWZ neemt ook weer over via Bennink op King. King, 1 tegen 1 tegen speelziek. King, net niet te langs. En dan kan Kees Maal die bal weer hebben. En komt Ramon Giro Battaglia. Wie komt erop aan de rechterkant? Nee, de voorzet op King. Hens, scheidsrechter, dat is Hens. Een zuivere Hensbel hier in de 36e minuut. En die ziet de scheidsrechter over het hoofd. Maar dat gaan wij van Sneek TV laten zien. Want dat was zeker Hens. Mark Homme van der Veen, ook een linkspoot. Dus dit wordt ook een indraaier. Kijken we even wie ervoor. Een mooie indraaier ook. Er zit de keeper mis en King met een kans. Prachtige corner, Mark Homme van der Veen. En Raducio King, die had die bal er wat mij betreft gewoon in mogen koppen. 2 minuten blessuretijd krijgen we erbij. Het elektronische bord wordt omhoog gehouden. Door de 4e official.
En volgens mij is dat de heer Foukema van SWZ Bozo Sneek. Een mooie eer, toch? Tikt Romano Denneboom die bal door en is daar de 1-0 voor FC Lienden. Is daar de aanval waar Sneek, ja, dan moet je net even die scherpte hebben. En is daar het doelpunt van FC Lienden. Volgens mij gescoord door Salim Amerjou. En is er een vrije trap voor Lienden. Terwijl volgens mij de blessuretijd zo ongeveer verstreken moet zijn. En er komt nog weer een inswinger van John van Loenhout. Oh, van Loenhout. Wat een prachtige vrije trap. Wat zag hij goed dat Kevin van der Meulen daar in de hoek stond. In de andere hoek. Het is 0-1. Rust SWZ Bozo Sneek tegen FC Lienden. In de rust van de voetbalwedstrijd SWZ Bozo Sneek tegen FC Lienden staan wij hier met voorzitter Wietse de Haan van SWZ Bozo. Meneer de Haan, wat zijn er allemaal voor nieuwigheden omtrent het voetballen in de topklasse? Ja, een van de dingen, als je hier rond het veld loopt, kun je al zien dat we 8 ballenjongens hebben. Dus dat is sowieso al nieuw. Hij is nog niet in actie geweest, maar we hebben tegenwoordig ook een vierde man. Weliswaar iemand van de club die het wisselbord bedient daar. En dan, wat eigenlijk ook heel nieuw is, wat niet nieuw is, maar waar veel meer aandacht aan wordt besteed, dat is de veiligheidscoördinator van de clubs. Toen we in de hoofdklasse speelden had je eigenlijk weinig aandacht van de politie. Maar zodra we gepromoveerd waren naar de topklasse, werd er toch onmiddellijk contact opgenomen. En schijnt het landelijk beleid te zijn dat er dan plotseling iemand wordt aangesteld die specifiek zich met dat stukje topvoetbal bezig gaat houden. Waarbij de veiligheidscoördinator van belang is, onder andere. Ingooi. Oh, die Ahmed, wat zit hij daar goed bij? Wat een klasbak. Wat is hij sterk, wat is hij goed. Hij krijgt hier ook een vrije trap mee. Maar een toonbeeld van kracht. Explosiviteit. Een zeer scherp zijn. Maar er komt Van der Veen. Vrije trapje naar Ramon Giro. Freek de Jong. Maar er komt Van der Veen. Die de bal goed bij Kees Maal krijgt. King! Oh, Radusoy King! Prachtig doorgekopt Kees Maal. En King die had die bal er gewoon in moeten schieten. Voor open goal bijna. Dit was zijn moment geweest. Mooie bal op. En daar zit Ahmed niet op tijd bij. En dan kan de nummer 19. Volgens mij is dat Öztürk. Die kan er vandoor. Geeft die bal voor het hakje. En daar is. Oh! Van Loenhout die een even grote kans, misschien wel groter dan zo net, van Radusoy King mist. Goed werk van Öztürk. En iedereen in de verdediging die miste, behalve Van Loenhout. Ja, die miste ook uiteindelijk. Wat een kans. Twee grote kansen al binnen 5 minuten in de tweede helft. Dat is de kwaliteit van SWZ Bozo. Die een enorm loopvermogen hebben in het team. En daarmee echt de boel, ja, min of meer toch lam kunnen leggen, want ze zitten er bovenop. Dat merkt Lienden, dat aanmerkelijk beter begon dan dat het nu de tweede helft voortzet. King die de bal nu ook verovert op het middenveld. Mark Homme van de Veen, maar die speelt de bal in de voeten van een Liendenaar. En die krijgt de bal nu bij Selim Amerjou. Die er langs gaat en kan schieten met links en daar is de 2-0. Selim Amerjou. Zomaar uit het niets. Versnellingtje naar binnen en doelpunt. Goeie voetballer trouwens ook, die Amerjou. Mark Homme van der Veen met de vrije trap. Kees Maal, doelpunt! Mark Homme van der Veen indraaiend. En Kees Maal torent hoog boven iedereen uit. En hij knikt goed raak. Mooi in het hoekje. Mooi naar de grond gekopt. Zo hoort het, Kees. Prachtig. Wat een mooie aansluitingstreffer, zo'n 12 minuten voortijd. En dit geeft hoop. Hoop in alle harten, ook bij het publiek. Dit biedt perspectief voor de laatste minuten.
Even kijken hoe Linden hiermee omgaat. Kees Maal krijgt die vleugels. Kees Maal, schiet! En in de hoek. Oeh, Daniel Bennink. Overtreding. 5 minuten voortijd. Penalty. FC Linden. En er komt een gele kaart ook aan voor Daniel Bennink. Penalty gaat genomen worden door John van Loenhout. 35 jaar, ex-betaald voetballer. Tegen Kevin van der Meulen. En daar staat van der Meulen wel bij. Maar van Loenhout maakt hem. Het is 1-3. Wedstrijd lijkt nu zeker gelopen. De Guti. Jatsu. Al toch even zien dat hij aardig kan voetballen. Want dat kan hij namelijk. Ja, hij komt er nou mooi door. Ja, hij laat het echt even zien. Galit Jatsu. Kan prima voetballen. Mooi paasje dan ook. Marco van der Veen. Der Guti. Ja, en met deze laatste kans is het toch wel afgelopen, lijkt me. En de scheidsrechter heeft zijn fluitje in de mond. Gaat fluiten. SWZ Bozo Sneek, FC Linden. 1-3, teleurstellend resultaat voor de Sneekers. Radusha King, nieuwste aanwinst van SWZ Bozo. Ik denk dat je hier een machteloos gevoel aan overhoudt aan deze eerste wedstrijd. Ja, klopt. We liepen vaak achter de feiten aan. Het was ook heel compact spelen. Dit is een team die heel goed kan voetballen. Dus ja, je komt niet snel aan de bal. En als je dan aan de bal komt, moet je de kansen benutten. En dat deden wij niet, anders staat het nu 2-3-0. En dan loop je niet achter de feiten aan, maar ja. Het is heel moeilijk spelen tegen teams like FC Linden, Joden Boys, dus ja. Als je ziet naar de wedstrijd, de kansen die we hebben gehad, zeg ik van ja, je had misschien wel wat meer kunnen doen. Maar ja, je ziet de kwaliteit van Linden, dat is, ja, die is zo goed op elkaar ingespeeld. Die nummer 10 van Loenhout heeft zoveel wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. En dan, ja, dat zie je, dat druipt er gewoon vanaf, de kwaliteit. En dan, ja, dat is voor onze jonge ploeg, was het vandaag iets te veel. Hun stonden ietsje gepositioneerd in het middenveld, waardoor hun makkelijk de driehoekjes konden vinden. En wij ietsje minder niet, maar ja, daardoor, ja, moet je dan compact spelen. En als je dan vooruit druk zet, krijgen hun het ook moeilijk. De laatste 10 minuten zag je het. Toen rosten gewoon die baan naar voren de hele tijd. Dus als wij dan vanaf moment 1 gewoon druk zetten, dan denken hun dat hun hun spel niet kunnen spelen. En dan spelen ze ook een heel spel. Spelen ze een heel ander spel. Nou, je ziet het gewoon in de paasjes die de geeft. Het is allemaal heel rustig. Ze blijven rustig voetballen. Ja, en Dennenboom ook staat in de spits. Die is 2 meter lang en 3 meter breed. Die houdt, Marco deed het nog aardig, vond ik. Alleen bij die goal zie je ook. Hij kaatst even en 1-2'tje en weg zijn ze. En dat vind ik de kwaliteit die hun dan mee hebben gebracht uit het betaalde voetbal, denk ik. Ik heb begrepen, je hebt bij Manchester United of een dependance van Manchester United gezeten? Ja, kijk. Gelukkig kun je nog lachen. Nee, kijk. TV Omroep Friesland, als ik het goed heb, die hebben het verkeerd begrepen. Ik speelde bij FC United. Dat is een opgerichte vereniging door de Manchester United fans. Misschien een paar jaartjes terug. De eigenaar van Manchester United had de prijs omhoog gezet, waardoor de fans niet wilden betalen. Dus wat hun deden, ze richtten hun eigen vereniging op. En dat is FC United geworden. Dus FC United is echt een fanbase club. Kunnen we uiteindelijk de conclusie trekken, zoveel mogelijk van dit soort wedstrijden spelen. En ervan leren, puntjes meepakken en dan de beste van de onderste 5? Ja, ik denk dat het moet kunnen. Als wij gewoon gegroepeerd blijven spelen. We hebben vandaag ook niet heel veel kansen weggegeven. Op het laatst val je wat uit elkaar. Omdat misschien, ja, hun spelen goed. En je bent conditioneel, zit je er eigenlijk helemaal doorheen. En dan spelen hun nog een aantal keer, spelen ze het goed uit. Alleen ze houden het bij 3 gelukkig. En we moeten gewoon 4 van leren. En de volgende wedstrijd weer met z'n allen ervoor gaan. Dan denk ik wel dat het goed komt. 1-3 wordt het hier vandaag op het sportpark van SWZ Bozo Sneek. In de wedstrijd tegen Linden. Vooraf zei ik al, het is het kleinste budget tegen het grootste budget. Misschien wel een klein duimpje tegen de reus. Ik vond dat nog wel meevallen. Sneek zeker de eerste helft heel scherp, lekker erbovenop. Maar de kwaliteit van Linden gaf toch de doelslag. Tussen de linies voetballen, slim spelen, rust aan de bal. En die paar versnellingen per wedstrijd, waardoor ze toch 3 doelpunten maken. En uiteindelijk wordt het hier dan 1-3. Conclusie, zoveel mogelijk van dit soort wedstrijden spelen. Niet altijd verliezen natuurlijk, maar wel ervan leren. En Sneek gaat punten pakken, absoluut. En daarmee toch een mooi jaar tegemoet.
Volgende week zijn we er weer in de wedstrijd tegen HSC 21 uit Haaksbergen. Kevin Huytema zei het al, wedstrijden die vaker gespeeld worden. En wedstrijden die in de hoofdklasse ook al eens gespeeld worden. Ik zou zeggen, kom lekker naar het sportpark toe. Volgende week zondag 2 september, 2 uur, SVZ Bozo Sneek tegen HSC 21 uit Haaksbergen.